Welkom bij jouw kaartlegging voor persoon van betekenis voor jou. Nu, vooraleer dat we aan die kaartlegging gaan beginnen, wil ik jou graag de volgende vraag voorleggen waar je even over mag nadenken. Waar ben jij dankbaar voor? Nu, waar dat ik dankbaar voor ben, dat is wanneer ik ga wandelen. Ja, en dat mag dan op een gewoon pad zijn waar zowel fietsers als voetgangers toegelaten zijn. Of alleen een wandelpad in het bos, maakt niet uit. Maar ik ben altijd dankbaar wanneer dat er mensen met een fiets van achter mij komen. En dat ze toch even met hun fietsbel laten weten dat ze er aankomen. Nu pas op, dat zijn heel bijzondere fietsen. Ik denk dat die heel moeilijk te vinden zijn. Een fiets met een fietsbel. Maar toch die mensen die dan op tijd laten weten met dan hun fietsbel te rinkelen dat ze er aankomen. Daar ben ik altijd heel dankbaar voor. Dan kan ik zelf ook gewoon een beetje meer aan de kant gaan lopen. En als de hond dan aan het zigzaggen is over het wandelpad, dan kan ik de hond bij mij pakken. En wanneer die mensen passeren, dan zeg ik ook altijd heel vriendelijk: dankjewel om te bellen. En dan hoop ik dat ik die mensen tussen aanhalingstekens beloon omdat ze gebeld hebben en dat ik hun daarvoor bedank. En anderzijds dat ze daar ook door gestimuleerd worden om dat in het vervolg ook te blijven doen. Dus dat is iets klein waar dat ik wel dankbaar voor ben. Want ja, ik heb geen ogen op mijn rug. En ja, er zijn anderen die dat niet doen en dat zijn niet zo leuke situaties voor. Dus voor degenen die het wel doen, daar ben ik dan ontzettend dankbaar voor. En vooraleer dat we naar de kaartlegging gaan van persoon van betekenis, wil ik toch nog even eraan toevoegen dat je hieronder in de omschrijvingsbox altijd kan terugvinden wanneer dat je een ander horoscoopteken bent, op welke dag dat jouw horoscoopteken dan aan bod komt. Dus het publicatieschema, dat vind je hieronder in de omschrijvingsbox. Zo, en dan gaan we nu eens kijken welke persoon voor jou in de komende periode eventueel een rol van betekenis kan spelen. En daarvoor gaan we er 3 persoonskaarten bij nemen. En vervolgens gaan we er 3 topickaarten bij nemen om een idee te krijgen waarmee dat eventueel te maken zou kunnen hebben. En dat zou eventueel een vis kunnen zijn, een waterman, jezelf, of een maagd. En dan gaan we eens kijken met welk topic dat eventueel te maken kan hebben. Ik ga de topickaarten hier weer onder leggen. Maar weet weer, de kaart die dan hier onder vissen ligt, wil daarom niet zeggen dat dat met een vis te maken heeft. Dat zou eventueel ook met een ander teken te maken kunnen hebben, hè. Zie het grotere plaatje. Teamwork. En raadsel oplossen geheimen. Ja, spontaan denk ik bij zie het grotere plaatje. Daarbij denk ik dat een waterman daar zeker en vast bij kan helpen. Moest het voor jou nodig zijn om even het grotere plaatje te kunnen zien, dan kan een waterman daar zeker een rol van betekenis in spelen. Ook omdat die persoon, daar ga ik dan even vanuit, niet rechtstreeks betrokken is bij de situatie, daar dan ook geen emotionele band mee heeft. En vandaar sowieso al die rationele afstand heeft tot de feiten. En dan is het sowieso ook makkelijker om dat grotere plaatje te zien. Plus ook een waterman. Ja, dat is een van die eigenschappen, hè. Dat een waterman dat wel kan. Wat niet wil zeggen dat andere tekens dat niet kunnen, hè.
Anderzijds hebben we hier ook nog teamwork klaar liggen. Het kan zijn dat je hier toch gevraagd gaat worden om niet solo slim te spelen, zoals ze dat noemen, maar om toch andere mensen hulp te vragen om een bepaalde opdracht samen uit te voeren. En dan mag je dit vooral zien in de context, hoe gaat die quote, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het is zoiets in die aard, hè. Dat ja, ik zal trap even doen, ja, dan heb je trap even gedaan. Maar soms door samen te werken, door verschillende skills van verschillende mensen samen te brengen, krijg je binnen die opdracht eigenlijk meer gerealiseerd. Dus dat kan ook eventueel iets zijn wat op jouw pad komt. Ofwel kan het zijn dat een van deze personen of jijzelf, ofwel moet je een raadsel oplossen, ofwel heb je een geheim, ofwel heeft iemand anders een geheim en kom jij dat op een of andere manier te weten. Dus ja, en ik denk dat zowel de vissen als de maag dan hierbij kunnen helpen. In die zin, die kunnen ons watermannen dan helpen om toch het emotionele stukje ook erbij te nemen. En niet alleen dat leuk vertoeven in ons hoofd. En ja, soms moeten raadsels rationeel opgelost worden. Maar geheimen, daar zijn dan emoties meestal mee verbonden. En dan is het belangrijk om zo nog een keer te kunnen afdalen naar de hartregio of naar het buikgevoel. Om daar eens te gaan aanvoelen van het geheim van die andere persoon, wat zou dat kunnen zijn? Of de anderen hebben mijn geheim toch nog niet door of zo, afhankelijk van de context. Ja, dus ik denk dat dat zo wat de mogelijkheden zijn voor de komende periode. Dit was jouw kaartlegging voor persoon van betekenis voor jou. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.